Rijksoverheid erkent de functie van sport en ook die van de natuur. En het zou natuurlijk voor de hand liggen dat de Rijksoverheid veel energie steekt in beide items, zowel in sport als in de natuur. Maar wat is er nu gaande? De Rijksoverheid trekt zich langzamerhand terug in het beleid en daarmee ook het geld wat ze inzet op de natuur. En wij hopen middels dit manifest het appel te doen op de Rijksoverheid om zowel in het beleid bezig te blijven met betrekking tot natuur als op sport. Wij hopen geld te krijgen voor een groot project. Dat project heet dan straks Schoon Water, waar we willen werken aan bewustwording van de watersporters dat de natuur voor hun een niet alleen een natuurlijk gegeven is, maar ook zeer belangrijk is. Want zonder natuur is er ook geen watersport.